never. Het gedicht van de dag. Hi everybody. Ja, daar ben ik weer hoor, Zegewijds. Met uiteraard het gedicht van de dag. Maar eerst krijgen jullie nog een fragment te horen uit dit boekje. Ik weet niet of jullie het kunnen lezen, dat is dagboek 1. Gisteren heb ik ook al iets uit voorgelezen. Het is namelijk een dagboek dat ik heb bijgehouden tussen 9 mei en 13 augustus 1987. Vandaag gaan we luisteren, jullie gaan vandaag luisteren naar 10 mei 1987. Ik heb vannacht erg slecht geslapen, omdat ik het benauwd had en ik kots en kots misselijk was. Ik was dus erg blij toen de morgen gevallen was. Gilles was trouwens al veel eerder opgestaan en had keihard de radio aan. Papa was nog aan het slapen. Ik kon het wel begrijpen dat hij nog heel moe was, want 's nachts had ik hem de hele tijd geroepen, omdat ik constant de neiging had om over te geven. Enfin, om ongeveer 9 uur kwam papa eindelijk uit bed. Nadat we ontbeten hadden, ging ik tv kijken. Pas 's middags gingen we ons aankleden. Ik kreeg 1 sinaasblikje en 1 blikje Coca-Cola van papa. Want ik spaar namelijk blikjes. Ik heb er tot nu toe nog maar 29, maar hopelijk zal mijn verzameling zich snel uitbreiden. Om 2 uur gingen we kaarten. 21. Dat vind ik een heel leuk spel. Daarna, om 2:30, deden we onze schoenen en onze jas aan en gingen we naar opa en oma Wijts. In de warande, een bejaardentehuis. Het was moederdag vandaag, dus nam papa voor oma een cadeautje mee. Toen we eraan kwamen, deed oma Wim open. Die was er dus ook. Tante Toos was ziek. 'S avonds bracht papa ons naar huis. En toen gingen we nog wat tv kijken. En daarna moesten we naar bed van mama. Het gedicht van de dag. Schuldig bevonden. De rechter liet zich helaas niet door mijn prietpraat vermurwen. Integendeel, non de Dieu, wat vloog die gek tegen me uit. En dus zweeg ik vanaf toen als een sphinx. Ik had immers niemand vermoord. Enkel een verkeersbord genegeerd.